Ik ga je bedanken voor uw komst, meneer De Leuze, want ik moet afscheid nemen van u op dit moment. Heel een beetje bizar. Ik moet zelf wel even uitleggen waarom u niet kunt blijven zitten aan deze tafel. Want ik wens niet te debatteren in een plaats waar vertegenwoordigers zijn of mandatorissen van wat ik beschouw als ondemocratische partijen. Dat wens ik niet te doen. Dan verwijst u naar onze volgende gast, Reddy de Meij, die lid is van Vlaams Belang. Hè? Ja. Maar u moet niet met hem debatteren, gewoon aan de tafel zitten. Hè? Ja, maar zo begint het. Dus ik wens niet, ik wens niet. We hebben hem ook niet uitgenodigd om over politiek te spreken, maar over de Helden Free Enterprise. Maar zelfs... Nee, dat ik wens niet, ik wens niet. Ik wens niet te beginnen. Dus dat is iets dat... Voor mij, een partij die ondemocratisch is, dat is toch iets bizar, abnormaal en dat moet niet iets banaal worden. Meneer Van Hengel, wat vindt u daarvan? Wel ja, dat is een vorm van radicalisme waar ik moeilijk bij kan. Dat is weer zo'n schok die een brok maakt, hè, waar dat je brokken van krijgt. Wij zijn mensen onder elkaar en Reddy kennen we al lang in Vlaanderen. Dat is een journalist die zijn strepen heeft verdiend, die hier in een heel merkwaardig verhaal heeft gezeten. Ja. En dus ik vind dat tegenover de mens, Reddy de Meij, een gebrek aan respect ook weer. Het is niet tegenover de mens, hè. Het is tegenover de ideologie van de partij van de mens. Ja, maar het gaat dan toch over ene mens. Hè. Ja, het is natuurlijk meneer De Leuze zijn eigen keuze, of die van zijn partij althans. Maar ik vind het eigenlijk vooral niet democratisch om niet aan tafel te willen zitten met iemand die voor een partij is waar dat ook mensen op stemmen. Mm. Ik bedoel, je moet het niet eens zijn met meneer De Meij. Je moet gewoon aan dezelfde tafel, maar dat is blijkbaar te veel gevraagd. Maar... Ja, maar hier gaat het dan niet eens over politiek, maar over het professionele verleden. Dat wist u, hè. Het ging over de Helden Free, maar u blijft erbij.